Hallo iedereen! Hallo! Hallo! Hallo bij deze zeer speciale editie, namelijk... Het is een feestdag voor de workshop! Het is een feestdag, want het is onze laatste corona-workshop. En we dachten... Niet de laatste, we gaan alleen nog maar woensdag doen. Ja, we gaan alleen nog maar woensdag doen, dus we gaan het een beetje veranderen, want iemand gaat terug naar... School vanaf vrijdag. Dus we gaan het een beetje anders doen. We gaan even ons nieuw ritme vinden. Maar we dachten dat we dan misschien een keer een feestdienst gaan maken. En te starten met alle leuke dingen dat we al hebben gemaakt. We hebben hier aan tafel van alles gezet. En dat is zelfs nog niet alles wat we hebben gemaakt. We hebben zelfs nog meer dan dit gemaakt. Maar ik dacht, het is wel leuk om deze gewoon allemaal terug op tafel te zetten. En eens te zien, hè Bram? Met wat zijn we begonnen? Weet je dat nog? Nee. Met een deze. Oh ja. Hiermee zijn we begonnen. Dat was de allereerste. De vogel. Je kan nog altijd eens nakijken dat we het juist hadden. Je kan nog altijd eens nakijken dat we het juist hadden. Dan kan je zeker een berichtje sturen of smash op like. Zie hoe goed dat daarin is geworden. Wat hebben we nog allemaal gemaakt? Wat vond jij het leukste? Zeg het eens, ik ga ondertussen hier onze workshop opzetten. Hè. Dan kunnen we zien als er commentaren zijn van mensen. Maar hij is nog aan het laden. Aha, live now. Inderdaad. Zeg maar Bram, wat vond jij het leukste? Ik weet het niet goed, ik vond ze allemaal zo leuk. Ja, ze waren allemaal leuk. Deze vond ik het leukste. Deze, die was wel heel leuk. Hè. Vertel je nog eens wat we gedaan hebben toen? We hebben patronen geschilderd en je weet, ik had nog een extraatje zo met die borstel dubbel. Je kan er altijd nog eens nakijken als je het niet meer weet. Altijd nakijken. Nakijken, en waar moeten we? Oké. De techniek duurt wel langer om het op te zetten. Ik dacht dat ik het had, maar het is er weg. Aha, nu zijn we terug. Live. Zo is dat. Oké. Daar zijn we. Oké, het is gelukt. Volle aandacht. Dus vond jij dit het leukste? Ik moet wel ons geluid opzetten, hè? Anders horen we onszelf in echo. Zo, voilà. Wat vond ik het leukste? Waar ben je zo het meeste van verschoten? Dat je dus dat dan, wow, deze is wel cool gedaan. Nee, dan moet ik nu beginnen te kijken, hè? Ja? Deze arm is een beetje. Ik vond deze wel heel leuk. Deze? Wel cool. Zie? Dat is gewoon. Kijk, mij. Mijn is een soort aquarium. Ja, dat was die van jou. Die van jou was eigenlijk op een blauwe achtergrond. Hè? Je hebt een blauwe achtergrond gedaan. Dat was ook wel heel cool. Maar nu is dat niet meer zo cool. Ja, dan moeten we terug een blauwe achtergrond maken. En dan is dat terug cool. Hè? Of de pennenhouder. Of het vliegtuig. Dat is ook wel heel cool. Hè? Het vliegtuig. Een pennenhouder, ik weet niet. Mijn gom gaat hierin. Je kan je... Eigenlijk moest je gewoon zoals... Er zit een apart gedroogd. Of zo. Een klein korrelje dat erin zit. Oh, dat is meegedroogd. Oh, dat is niks, dat is meegepakken. Ik vond de octopus ook wel heel leuk. Die moeten we nog schilderen. Ja, zit er nog, vannacht heeft er een oven gedraaid. Dus we hebben eigenlijk nog van alle dingen die nog in de oven zaten, die gewoon nog niet... De oven is nog altijd 450 graden warm, dus we mogen die niet open doen nu. Daar zit ook nog van alles in. Ik vond dit ook wel leuk. Dit is het leren, ja. Solitair. Oh, dat was ook plezant te spelen. Dus... Ik was daar juist al aan het spelen, zo dit. Ja. Mijn balk is dat daar. Ja. En deze vond ik ook wel. Was ook wel een plezante. Dat is om er een bloemetje in te doen. Dus hier kunnen we nu met aarde een bloemetje in doen. En dan kunnen we ophangen aan de muur. Dat is ook wel leuk. Oké. Goed. Dus jouw favoriet was? De White Smash. Deze. Goed. En nu gaan we in... Nog een workshop doen, hè? Onze allerlaatste. We gaan deze keer een poppenkast maken. Voorstellen. We zullen eerst een beetje plaats maken, hè? Heel voorzichtig dat we niets kapot maken. Naambordje. De vogel. En hoe gaan we dat doen, Bram? Dus, nog eens jouw plan. We maken een poppenkast. Een poppenkast.
maken. En hoe gaan we die maken? We gaan in het begin keiveel klei pakken. We leggen dat op één bol. Dan rollen we het in een kei grote cirkel. Dan snijden wij dat 5 ovalen. Ja, 5 vierkanten die zo een beetje... Ah, wil jij de doos ook maken? Ja. Ik heb hier een kartonnen doos mee. Zullen we dat eerst doen, want anders gaan we een hele lange workshop hebben. We zullen van het wel met een doos doen en zullen we ons focussen op de poppetjes. En goed? Oké, eerst de poppetjes maken. Met doosjes. Eerst de doos. Goed? Yep. Ja? Oké. We hebben een doos, de stokjes en de... Timo Klei. Dus dat is klei die gewoon in de oven moet bakken, hè. En dan is die klaar. Dat is de klei die ook voor deze is gebruikt. Hè? Zo. Deze klei, Fimo klei, is een alternatief. Oké. Okay. Is dit de juiste? Ja, ja, dat is de juiste. Oké, wat moet ik doen? Leg mij maar uit. Dus we maken eerst stokjes. We hebben al stokjes. Eigenlijk moeten we die nog een cirkel doorkleien. En die doos ook. Wat zeg je? De doos omcirkelen met klei. Omcirkelen? Ja. Nee, leg mij uit, ik versta het niet. Zo, we willen allemaal zo klei er aansteken. Ah, dat die helemaal eruit ziet zoals klei. Ja. Oh joh, maar dat is wel veel. Daar heb je ook nog klei voor. Ik denk dat we vooral de poppetjes van klei gaan moeten maken. Oké. Okay. De poppetjes van klei en dan met lijm en raam zo plakken. En... Ja, je kunt dat erin steken, hè? Ah ja. Dan, Vandaar dat ik die had gepakt, want kijk, erop steken. Dat was niet mijn idee. Was dat niet jouw idee? Wat was jouw idee? Mijn is een veel steviger idee. Oké. Okay. Wat er niet zo af zoals. Ja. Dit. Terecht punt. Hier. Kijk, dus we maken onze poppetjes. Ja. En dan gaan we die bakken. Op het einde. Lijm. Dan vastplakken. Dat is ook wel een goed idee. Maar hier moeten we een iets dikker stukje maken, want anders zakt dat erin. Maar weet je wel, want hier, dat is terecht, hè. Kijk, dan valt dat er zo uit en dat is niet zo leuk. Wat we wel kunnen doen, is hier nu lijm opdoen. En dan steken we dat erin en dan plakt dat vast. Dan zie je het stokje niet. Ook een goed idee? Ja, maar liever dit. Oké, dan doen we het. Jouw idee, dat is goed. Oké, we maken mannetjes. Wat voor mannetjes? Welk verhaaltje gaan we uitdelen? Gewoon mannetjes maken. Gewoon mannetjes maken? Meneertjes. Meneertjes of mevrouwtjes? Ik zal uitleggen. Ja, sorry. Dus je pakt eerst een stukje klei. Een stukje klei pakken. Dan rol je het tot dat je genoeg klei hebt dat je vindt dat het een arm is. Zo. En je moet het rollen. Of je mag kiezen hoe je het doet. En hoe rol je dan? Door zo te doen. Door zo te doen? Oké. Okay. Ja, dat is rollen. Dat is rollen, dat is waar, dat is gelijk. En je kan ook, als je wil, een klein bolletje maken dat dan hier aan vast. Zo. Dan heb je een soort van handje. Maar ik ga dat natuurlijk niet doen, ik heb dat zo. Ja, je kan ook knijpen. Ben je nu aan het knijpen? Zo. Ah, oh, kijk ze. Moet is er. En Meter Joken ook. Die komen dag zeggen. Leuk, hè? Ja, ga je zwaaien. Oké, okay, ik denk dat ik een armpje heb, Bram. En wie was er nog die daarbij komt? Dat is Meter Joken, die is echt goed bezig, Peterkind. Leuk, hè? En wat nog? Een armpje? Ja, een armpje. Okay. Je kan het ook plat knijpen, dan heb je zo'n soort van hand. En ook zo. Misschien moet je het zoiets aan de camera tonen.
dan heb je dit. Maar je kan er ook nog een klein stukje laten afsnijden. Dat is de dam. Een soort van wand. Slim. Wacht, wacht. Ik ga het tonen, hè. Dichter bij de camera. Om jouw meesterwerk te tonen, zie je dat, het hand en dan een duimpje. Oké. Okay. Zoals een wand. Dat is wel een goed idee, Bram. Met een duimpje. Oh, dat is zo die mannetjes van Playmobil. Die hebben dat ook, hè. Of die van Lego bedoel ik. Playmobil ook, hè. Ja. Ja, maar die hebben wel zo even lange handen. Ja, oké. Okay. Dan hebben we één handje. Tweede handje. Zeg, kijk je uit naar het school? Mm-hmm. Ja? Van leren. Waar ga je... Waar kijk je het meest naar uit? Dat ik mijn vriendjes terug zie. Ja, dat zal heel lang geleden. Heel lang, hè? Ga je ze nog herkennen? Noem niet dat ze ons gaan herkennen. Ja. Oké, okay, ik heb twee handen. Moet heeft ook iets gestuurd. Ja. Moet zegt dat ze alweer heel benieuwd is wat we gaan maken. Die ziet het zelf. Ja, ja, maar ja, ze heeft het resultaat nog niet gezien. Hè. Ik heb twee armpjes. Oké, okay, en nu? Wat maken we nu? En nu gaan we het lijfje maken. Ah ja, oké. Okay. Armpjes. Ja. En nu het lijfje. Oké. Okay. Pak een stukje klein en dan probeer je het zo een lijfje te vormen. Ja. Misschien een groter stukje. Oké. Okay. Je kan zelf bepalen op welke hoogte, maar je gewoon zien dat je lijfje niet te klein is. Oké, okay. Dat moet lukken. Weer een stukje bij. En je kan het ook een vierkant lijfje laten maken. Door zo te doen. Om te kloppen op tafel. Ik ben aan het volgen, je bent me aan het horen ontmoet. Ik ben heel flink aan het luisteren. Dus dat is een heel goed idee. Beetje te klein. Dat is niets. Ik ga hem zo wat platter maken, denk je. Is dat goed? Jij maakt één manneke, ik maak het andere manneke. Ja, voilà. Dan hebben we twee mannetjes, hè, om samen poppenkast mee te spelen. Hè. Ja, jij bent een blauw manneke, ik ben een witte manneke. Ja. Dat is goed. Je bent een kleurrijk manneke, ik ben alleen maar wit. Je bent wit. Je spook. Ben je spook aan het maken? Ja, ik heb spook gemaakt. Oké. Okay. Dus voor spook heb je eerst al je klein nodig. Dat is heel moeilijk om dat te vormen. Ja? Zit het dan in je hoofd hoe je het gaat vormen? Ja. Oké, okay, dat is goed. Ja. Ik zal ondertussen gewoon een saai mannetje maken. Een saai? Ik zal een hoofdje rollen, hè. Ja, ik heb ook een hoofdje rollen. Ja? Zo tussen je handen? Oké. Okay. Ja, dan ga ik daar een beetje plat duwen. Ja. Dan ga je die neus geven. Oei, oei. Ik heb een beetje een eng mannetje gemaakt. Ik zal hem wat zachter maken. Opnieuw. Nieuw. Zo. Wat? Ik heb een neusje. Het is toch min of meer een mens. Ik dat. Ha, kijk goed. Weet je wat Anne zegt? Nee. Anne zegt, wauw neefje. Leuk, hè? Kan je zwaaien naar Arne? Ik ga er wat is, hè? Mondje. Oh, een haren. Nu moet ik is het een arm voor? Nee. Twee armen liggen daar. Met je haartjes rollen. Je hebt geen haartjes nodig. Ik heb vooral niet. Heeft ze spookhaartjes? Nee. Ah, nee, ik wel, hè. Dus ik ga een beetje zo heel kleine worstjes maken. Ik mijn handje rol, met één vingertje, ga ik heen en weer. Dan heb ik haartjes, hè. Okay. Dat is, hè. Zo. Oh, wat een schoon kapsel. Oeh, ja. Nu die spook zijn buik vormen. Dat gaat moeilijk worden. Gaat dat moeilijk worden? Ik ben een spookje. Spookjes kei lange armen zien. Super lange armen.
Zo. Oké. Wat is er? Ah, nog een idee. We hebben een mesje nodig. Maar ik heb een keigoed idee. Wat ga je maken? Dus, we maken dit en dan maken we zo'n snee in die doos. Ja? Dan kunnen we onze twee mondjes zo achter elkaar doen. Oh, ja, dat is wel leuk. Dat is goed. Ik zal het direct maken. Maak jij je spookje maar af. Mm. Dan zal ik... Ja. Waar is mijn kop? Mijn kop kwijt. Ik heb hem kapot gedaan. Is dit hem? Wat vind je ervan? Hij heeft een beetje een kuip die van mij. Is dit mijn kop? Ik heb mijn kop kapot gedaan. Oei, dat maak je hem opnieuw. Ik heb mijn kop kapot. Zo. Ik heb mijn kop kapot gedaan. Hoe durf ik dat? Ah, oh, durf ik niet. Lasse, hè? Echt zucht. Zo. Ik ga maar beginnen met het spookje lijfje. Hartjes maar aan het doen. Zo. Oei, ik ben aan het oefenen. We hebben wel een moeilijke genomen, zeg, voor onze laatste. Mm-hmm. Nee, ik heb geen kopje meer nodig. Je hebt dat niet meer nodig? Mijn kopje. Ik ga beentjes maken. Dus ik zal dat doen zoals de armpjes, hè. Een rolletje tussen mijn handen of op tafel. Eén lange rol maken. En dan die in twee doen. Dan heb je twee benen. Zie dat die even lang zijn, min of meer. Zo. En dan maak je daar een voetje aan. Zo simpel als dat, door te plooien. En dan met mijn vingers boetseer ik daar ongeveer een voetje aan. En zo. Joze. Joze. Goed genoeg, meneer? Dat hij die mooi past. Haha. Zo, voilà. Ik heb een meneertje. Oh, een duimpje. Oeh, wat is dat? Spook. Een spook, die heeft precies zo'n vinnen lekker en walvis. Ja, die kan niet zwemmen. Die kan niet zwemmen. Oei. Maar zeg. Als jij in het water gaat zwemmen, dan ga je gaan zwemmen. Wow, oké. Onze doos. Dus jij wou dan een snee, hè? Ja, een schaar. Even. Schaar over mesje. Mesje. Ja, mesje. Ik ben even aan het zien naar mesjes. Waar ik ze gelegd heb. Oh, hier heb ik ze gelegd. Hier lezen. Tja. Nu heb ik opgeruimd, dan vind ik mijn lief niet meer. Dat is nadeel, hè? Zo. Oké. Dus een mesje. Ik snij. Voor de popkast. En dan pakken we ons popje en het satéstokje. En dan, als dat gebakken is, kan je het vast lijmen. We zullen het nu gewoon eens een beetje induwen. Dan kunnen we eens oefenen. Wow, heb jij witte haren? Ik heb witte haren. Mag ik eens zien dat je moet? Zeg niet dat dat waar is. Hè? Heb ik mijn kop nog overgelaten? Voilà. Kijk eens, Bram. Dat is heel. Ah nee, ik moet dat zo doen. Nee. Oké, wacht. Dus ik ga het lijfje rond het stokje boetseren. Dat het goed vast zit. Oké, ga je zien. Dan geef ik hem een beetje een taille. Kan hè. Een beetje misvormd mannetje aan het worden. Oké. Bij mij is dat niet erg. Ik heb nog klei over. Nog klei over. Zie Bram. Bram. Kijk eens. Hallo. Oké. Cool. Komt Spook meedoen? Zometeen. Is nog kapot.
is niks. Ah, dat is wel, je hebt inderdaad wat andere kleieren plakken. Ja. Dan is hij vast. Dus het verhaal van het mannetje en de spook zijn we aan het doen. Het mannetje en het spook. Misschien ook zo'n huisje maken met zo. Met zo. Weet je wat ik zou doen? Zeg eens. De volgende keer op Facebook Live, volgende woensdag. Misschien gaan we morgen nog wel iets maken. Ja. Morgen gaan we nog één ding doen. En dan gaan we een spookhuis maken. Een spookhuis? En die gaan we dan hierbij maken. We kunnen heel deze doos zo wel verven. Mijn spookhuis en zo wat wonderen doen. En hierachter ja. Zijn spookhuis. Ja, zullen we dat morgen doen? Okay. Ik ga verzinnen welke keer achter gaat tekenen. Ja, voilà. Oké. Ze moeten het er zo door het gatje doen. Oh, bijna vergeten welke je ook nog moet doen. Maar dan moet dat eerst zo. Hier leggen. Ja. Hoe lang duurt het nog? Nog even. Gus vraagt hoe lang het nog duurt. Niet erg. Voilà. Nee. Oei, ik ben laten vallen. Dat is niks. Zal ik de doos om in het midden zetten? Dan moet jij niet zo ver. Oké. Heb jij een verhaaltje? Nee, ik heb nog één ding dat wel kan helpen. Wat? Je steekt dat door en je maakt er klei aan. Ah, dat dat niet naar beneden kan zakken. Ja. Oh, wat een briljant idee. Heb je nog een stukje klei? Zo, ja. Bedoel je? Hier aan het stokje? Ja, een stukje klei. Oh. Kijk, een stukje klei en dan zonder handen. Wacht, het is makkelijker. Nee, eerst moet je het erdoor steken. Dus zal ik hem erdoor steken? Nee. Wacht, hè? Als je wil, kijk. Ah, ja, ik weet het. Zo, erdoor steken en dan hang je hem vast. Doe hier. Hier ongeveer. Zo zien, hangt hij nu goed? Hangt hij goed, hoog genoeg? Een beetje naar beneden. Een beetje naar beneden, zo. Een beetje zo hier. Dus ik zal... Zo? Ja. Oké, dan maak ik hem hier vast, hè. Voilà. Oh, onze poppenkast. Oh man, die moet zo... Zakt hij? Oh, mijn ook. Goed aanduwen. Ja. Voilà, ze. We hebben een poppenkast. Is het leuk? Ja. Is het goed? Is het goed gekeerd? Ah, dat is goed. Voilà, hè. Zullen wij dan... Ja, ik denk dat je iets meer klein nodig hebt. Iets te weinig. Hier, pak het de rest. Wel een grote boek. Pak het de rest van de klomp. Dan gaat hij nergens meer naartoe. Zo. Ga nergens meer naartoe. Jammer. Oei. Oké. Okay. Nee, nog omhoog. Nog omhoog. Oké, stop maar. Stoppen. Zo. Oké. Dan zit hij goed. Ja, oké. Okay, dat gaat los. Een beetje. Ja, nu. Oké, laat je los. Klaar? Ja. Oké, onze poppenkast. Zo. Nu gaat mijn tekenen weg. En nu gaan wij onze decor nog schilderen van binnen. Dan moeten we eigenlijk onze popjes nog bakken, dat die harder zijn. Dan zijn die steviger, want nu zijn die nog zacht. We gaan die zo weer overbakken. En dan kunnen we poppenkast spelen. Maar terwijl die hier aan doen, hè? Ja, toch niet in de oven met de doos. Dat moet, anders kunnen we die daar niet meer aan doen. Ja, maar we zullen iets vinden. We gaan iets vinden. We gaan misschien met een rekkertje of zoiets, dat met een rubbertje dat in schuift. We gaan nog wel iets vinden om dat beter te maken. Zo. Ah, een spook! Een spook! Ah. Wow. Jullie hebben wel keihard gemaakt. Voilà, vond je dat een waardige afsluiter van onze coronareeks, Bram? Ja. Ja? Ze hebben een vriendje gemaakt, maar hij staat achter jou. Hallo. Oh, geweldig. Ik ken jou achter jou. Oei, zie, kijk, van pure schrikken valt hij de grond op. Is flauw gevallen. Een mannetje. Maar ik ga mij even achter zitten. Ja, hier moet er nog wel eens op denken. Ik denk dat we een rubbertje hier van boven gaan doen, waardoor dat niet meer glijdt. Want het probleem is dat dit heel glad is, het stokje, en dat glijdt erdoor. Maar als we dan met een rubbertje, een rekkertje of zo rond doen... Maar je wordt toch steenhard? Ja, maar dan nog gaat hij moeten glijden. Dan nog, want we moeten iets vinden om dat erdoor te steken en dan pas kunnen we het steentje erop doen. Dus we gaan daar nog eens over nadenken. Ik weet hoe je bedoelt. We gaan dit er dan afhalen en dan gaan we het zo bakken. Ja. En dan op het laatste gaan we dan rubber en gaan we dat erdoor steken en een rubbertje aan doen. Ja. En dan gaat dat soms vlam vallen en dan steenhard. Voilà. Klaar. Goed.
Gaan we afscheid nemen van de mensen? Ah, pas op! Oei, het zal vasthouden. Dat was bijna weer op de. Ja, dat was al bijna weer. Ja, hier moet er nog iets beter voor vinden. Als je suggesties hebt, laat het gerust weten. Oké, was het leuk, Bram? Ja! Ja, vond je het fijn? Ik vond het wel heel fijn om zo samen met ons twee elke maandag, woensdag en vrijdag filmpjes te maken. Ik heb nu nog altijd niet geteld hoeveel filmpjes we hebben gemaakt, maar we hebben 9 weken lang filmpjes gemaakt. Ze zijn er zeker in de 30 ergens. Heel veel is, vind ik. Maar het was heel leuk. We hopen dat jullie er ook van genoten hebben. En dan gaan we dag zeggen, hè? Ja! Ja? Daar dag zeggen, hè? Dag, 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 Sinterklaasje, dag, 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 dag,